Hallo iedereen, welkom op het kanaal van Atec. Zoals gewoonlijk brengen wij u een nieuw onderwerp. Vandaag gaan we het hebben over grafeenbatterijen, supercondensatoren en het ongelofelijke bedrijf dat ze maakt. Skeleton Technologies. Deze batterijen komen eindelijk op de markt. Energieopslag is van invloed op een groot aantal technologische innovaties, van mobiele telefoons tot elektrische auto's. Ze hebben allemaal een batterij die hen van de nodige energie voorziet. De huidige batterijen zijn echter verre van perfect. Ze zijn gevaarlijk en duur, dus de race om een ideale batterij te vinden is begonnen. Dat is waar grafeen om de hoek komt kijken. Een materiaal dat de manier waarop batterijen worden geproduceerd voorgoed zou kunnen veranderen. Elektriciteit speelt een fundamentele rol in het moderne leven, maar de opslag ervan is een ernstig probleem. Hoewel het waar is dat batterijen grote hoeveelheden energie kunnen opslaan, duurt het uren voordat ze volledig zijn opgeladen. Condensatoren daarentegen laden vrijwel onmiddellijk op, maar kunnen slechts kleine hoeveelheden energie opslaan. Er is een nieuwe technologie ontstaan, supercondensoren, die het beste van beide werelden combineren. Maar wat zijn supercondensatoren en hoe werken ze? Laten we, voordat we daarop antwoorden, eens kijken naar de manieren waarop energie kan worden opgeslagen. Batterijen vervullen, net als condensatoren, dezelfde taak, maar op geheel verschillende manieren. Batterijen hebben twee elektroden, een negatieve en een positieve, gescheiden door een stof die elektrolyt wordt genoemd. Wanneer het apparaat dat het aandrijft onder stroom staat, vindt er een bepaalde chemische reactie plaats, waarbij zowel de elektrode als de elektrolyt betrokken zijn. Deze reacties zijn verantwoordelijk voor het omzetten van die chemicaliën in de batterij in andere stoffen, waarbij elektriciteit vrijkomt. Condensatoren daarentegen gebruiken statische elektriciteit in plaats van chemie om energie op te slaan. In elke condensator zitten twee metalen platen en een geïsoleerd materiaal dat bekend staat als een elektrische condensator. Dit vormt iets wat lijkt op wat men in batterijen aantreft, met twee elektroden en een elektrolyt in het midden. Condensatoren hebben verschillende voordelen ten opzichte van batterijen. Ze zijn lichter en bevatten over het algemeen geen schadelijke chemicaliën of giftige metalen. Ze zijn bestand tegen miljoenen laad- en onlaadcycli zonder te verslijten. Eén nadeel heeft de vooruitgang in deze technologie echter tegengehouden. Ze kunnen niet concurreren met batterijen in termen van energieopslag. Het idee is om deze condensatoren te verbeteren en de gevonden oplossing was de uitvinding van supercondensatoren. Supercondensatoren verschillen om twee belangrijke redenen van traditionele condensatoren. De platen hebben een grotere oppervlak en de afstand ertussen is dus kleiner. Deze platen hebben een metalen coating met een poreuze laag waardoor ze meer energie kunnen opslaan. De separator bestaat bijna niet in supercondensatoren. De twee platen zijn bedekt met elektrolyten en gescheiden door een dunne laag isolatiemateriaal dat koolstof, papier of zelfs plastic kan zijn. Supercondensatoren bereiken deze prestatieverhoging door grotere platen te combineren. Nu is het mogelijk deze technologie een stap verder te brengen door ze te ontwikkelen met meer geavanceerde materialen zoals grafeen. Grafeen is een van de lichtste, dunste, sterkste en het meest geleidende materiaal die in de menselijke geschiedenis zijn ontdekt. Door zijn kenmerken heeft hij het potentieel om een nieuwe technologische revolutie teweeg te brengen. Het gebruik van grafeen in supercondensatoren is van fantasie naar werkelijkheid gegaan. De thans toegepaste technieken zijn veelbelovend en zouden de energieefficiëntie van dit materiaal kunnen verbeteren. Supercondensatoren van grafeen kunnen rechtstreeks concurreren met lithium-ion batterijen en een essentieel onderdeel worden van elektronische apparaten. Eén bedrijf heeft het voortouw genomen bij het gebruik van dit materiaal. Skeleton Technology, een S-bedrijf, is wereldleider op het gebied van grafeen supercondensatoren. Sinds zijn oprichting en de ontwikkeling van de eerste grafeencondensatoren in 2009 werkt Skeleton aan een revolutie in de energieopslagindustrie. Door condensatorsystemen te ontwikkelen heeft het bedrijf het tot zijn missie gemaakt om bedrijven te helpen zoveel mogelijk energie op te slaan. Skeleton produceert ultragrafeen condensatoren op basis van een eigen technologie. Volgens het bedrijf zijn zijn condensatoren de beste ter wereld en hebben ze de hoogste energiedichtheid op de markt. Ze worden beschouwd als een van de belangrijkste technologische doorbraken in de industrie van de afgelopen 20 jaar. Hun grafeen supercondensatoren kunnen snel in gebruik worden genomen en duizenden keren worden opgeladen. Een patent op deze technologie is gebaseerd op de combinatie van batterijen en krachtige torens van grafeenbatterijen. Deze technologie behoudt de belangrijkste eigenschappen van grafeen, maar is gemakkelijker te combineren met elektroden. Zo kan Skeleton Technologies met zijn supercondensatoren hogere prestaties bereiken.
Het is mogelijk dat de door hen voorgestelde superbatterij de technologiekloof in de markt voor energieopslag kan opvullen. Hij kan in 15 seconden volledig stroom leveren en tot 15 minuten constante stroom ondersteunen. Deze batterij zal de komende jaren op de markt verschijnen. De vier markten waarop Skeleton Technology zich richt zijn de automobielindustrie met elektrische voertuigen, het openbaar vervoer met bussen en treinen, gasgerelateerde industriële systemen, de bouw en het elektriciteitsnet. De batterijtechnologie van Skeleton heeft bijna 4 keer zoveel potentieel als die van Tesla. Zij produceren 3,5 miljoen batterijcellen en 400.000 modules per jaar. Hun technologie is toegepast in Duitse trams en supercondensatormodules zijn geïnstalleerd in auto's van Skoda. Het doel van de in deze voertuigen geïnstalleerde modules is de energie die tijdens het remmen wordt geproduceerd op te vangen en te gebruiken tijdens het optrekken. Dit bespaart tot 30% energie en vermindert de slijtage van het remsysteem. De supercondensatoren zijn geïnstalleerd in de tanks, waardoor ze 24 uur per dag continu kunnen werken. Ze hebben een gemiddelde levensduur van 15 jaar. Bij dit soort gebruik gaan de supercondensatoren 3 keer langer mee dan de lithium-ion batterijen en hoeven ze niet onderhouden of opgeladen te worden. Ten slotte heeft de technologie van Skeleton een groot potentieel voor de bescherming van elektriciteitsnetten. Zij maken het mogelijk de hoeveelheid energie stabiel te houden en massale powercuts te voorkomen. Supercondensatoren hebben het voordeel dat zij vrijwel onmiddellijk kunnen reageren op spanningsproblemen en zo het net kunnen stabiliseren. In tegenstelling tot andere bedrijven zoals Tesla heeft het Estse bedrijf het energieopslagprobleem vanuit een nieuwe invalshoek benaderd door te proberen gebogen grafeen te integreren. Op het gebied van robotica ontwikkelt de Canadese start-up Atabotics een geautomatiseerd voorraadsbeheersysteem dat producten kan sorteren en bestellingen kan afleveren. Zij hebben verticale magazijnen gebouwd waar robots op en neer en zijwaarts kunnen bewegen terwijl ze goederen vervoeren. Dit bespaart 95% aan ruimte en slechts 20% aan menselijke arbeid. De robots laden zich op als ze naar beneden gaan en hergebruiken deze energie als ze weer omhoog komen. Supercondensatoren van grafeen passen perfect bij dit soort technologische innovaties. Grafeenbatterijen kunnen ook perfect geïntegreerd worden met hernieuwbare energie. De technologie van Skeleton past zich aan windturbines aan door te proberen hun veiligheid te verbeteren met een streng controlesysteem. Dit systeem verandert de hoek van de turbine als de wind te sterk is. Het probleem is dat dit systeem, om te kunnen werken, ook energie moet leveren als de hoofdbesturing van de turbine niet werkt. In het verleden werden batterijen gebruikt, maar deze zijn vervangen door supercondensatoren. Een onderhoudsvrije oplossing die tot 15 jaar kan meegaan. Dit zijn slechts enkele van de nieuwe toepassingen van de door Skeleton ontwikkelde technologie. Grafeen is een zeer interessant materiaal vanwege zijn eigenschappen. Het heeft alles in zich om het materiaal van onze eeuw te worden. Wij hopen dat u heeft genoten van het onderwerp van vandaag en meer te weten bent gekomen over grafeenbatterijen en Skeleton Technologies. Als u vragen heeft, stel ze dan gerust in de comments. En vergeet niet de video te delen met uw familie en vrienden. Als u het nog niet gedaan heeft, abonneer zich dan op het kanaal en activeer de notificatiebel om op de hoogte te blijven van onze toekomstige video's. Klik ook op het blauwe duimpje om ons team te steunen. Tot ziens op ATEC!